Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Vibra shoplog voor je. Ik heb namelijk wat dingen bij de Vibra gekocht die ik nodig had. Het is niet superveel, maar ik ben toch wel weer goed geslaagd. En in deze video ga ik je laten zien wat ik bij de Vibra heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes die ik deed bij de Vibra, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. En dan begin ik met een product uit de Scrub Daddy Line. En ik heb de Scrub Mommy gekocht. Zoveel mensen zijn heel erg enthousiast over deze sponsor dat ik toch wel heel erg nieuwsgierig was geworden wat de bijzonderheid zou zijn van deze spons. En toen zag ik dat je ook een Scrub Mommy had en die heb ik genomen, want hij is roze natuurlijk. Dit product zou heel goed werken, ook met de Pinky Stuff producten. Die heb ik zelf nog nooit geprobeerd of gekocht, dus ik weet niet in hoeverre dat goed bevalt. Tegenwoordig kun je die sponsor ook steeds op meer plekken kopen. Ik zag dat Action het ook al zou moeten hebben, die verkopen ook Pinky Stuff. En ik heb Scrub Daddy zelfs ook al in de folder van het kruidvat een keer gespot. Maar je hebt dus inderdaad Scrub Daddy, je hebt nog een kleintje en een Scrub Mommy. Nou, wat zou deze spons nou zo fantastisch maken? Hij is krasvrij, dus je kunt hem eigenlijk ook gewoon voor, hier achterop staan wat dingen. Je kunt hem voor een pan gebruiken, hij kan in de vaatwasser. Je kunt je lepel in het mondje schoonmaken, maar je kunt ook een glas aan de binnenkant helemaal schoonmaken. Je kunt hem gebruiken met koud en warm water. Hij heeft dus twee kanten. Hij heeft dus aan de ene kant een spons en aan de andere kant, je ziet nu het scrubgedeelte. Je kunt hem gebruiken voor het huishouden, de keuken, buiten, maar ook voor de badkamer. Stel je hebt zo'n kookplaat of afzuigkap die heel snel krassen krijgt, dan moet je denken aan die grijze. Ik weet niet of het aluminium is of zo. Zou je die dus heel goed met dit sponsje kunnen schoonmaken, omdat hij dus geen krassen geeft in tegenstelling tot een schuurspons. Dus dat leek mij gewoon, ik heb zelf geen afzuigkap of een kookplaat van dat materiaal, maar het leek mij gewoon heel erg handig om hem te gebruiken. En omdat iedereen er zo enthousiast over was, dacht ik, ik wil dit ook eens proberen. En omdat hij absorbeert ook meer water en ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Er schijnen ook houdertjes voor te krijgen zijn. Die heb ik zelf niet gespot bij de Vibra. Maar zou ik die nog een keer tegenkomen, zou ik die wel willen hebben. Want dan kun je hem dus ook aan je muur bevestigen. Maar in ieder geval een Scrub Mommy. Dan heb ik nog zo'n bakje gekocht. En dit is dus een bakje waar ik dus... wat dingen in de keuken in opberg. Ik wilde heel graag zo'n bakje hebben voor aluminiumblokjes. Want die zitten nu allemaal in zo'n doosje. Dat vind ik gewoon niet zo heel fijn staan. Ik dacht als je hier gewoon weer eventjes een stickertje op doet met dat die blokjes erin zitten. Deze heeft vier kanten. Ik heb er al twee van. En ja, die kun je dus gewoon gebruiken. Je kunt het natuurlijk voor meerdere doeleinden gebruiken. Maar ik had deze gekocht voor mijn bouillonblokjes. En deze heeft 800 ml. Je hebt ze in verschillende varianten. Ik heb het idee dat deze iets groter is dan die ik misschien heb. Maar ik moet zeggen, er was ook niet zo heel veel meer. Dus, maar hier kunnen prima dus weer bouillonblokjes in. Dus ideaal. Volgens mij kunnen ze ook gewoon in de vaatwasser als je dat zou willen. Het staat er overigens niet op. Maar ik denk dat ze daar, jawel, ze kunnen ook gewoon in de vaatwasser mocht je die hebben. Dus gewoon ideale bakjes. Dan heb ik nog een voorraadbus gekocht. Die heb je ook al wel eerder in shoplogs voorbij kunnen zien komen. Ik had alles georganiseerd en toen zag ik dat ik voor mijn vermicelli eigenlijk net één zo'n bak tekort kwam. Die zit nu in een ander bakje. Dat vond ik niet mooi staan, want alles is nu één geheel. Toen dacht ik, ja, dat moet eigenlijk ook gewoon echt nog in zo'n voorraadbus. Dus nu heb ik weer een mooie voorraadbus waar het in kan. Dan staat alles mooi geordend. En dat andere bakje kan ik dan mooi gebruiken voor mijn wc-blokjes in te doen. Dus dat is ideaal. En deze kun je dus stapelen. Ik stapel ze zelf niet. Je hebt ze in verschillende formaten. Maar ik moet wel zeggen, bij de Vibra waar ik was, is het best wel karig. Maar in ieder geval, ik heb er nog weer eentje kunnen scoren. Dus daar was ik blij mee.
Dan twee zakjes met kraaltjes. Ik heb weer een DIY-projectje op de planning staan. Dus daar had ik kraaltjes bij nodig. Dus ik heb deze gekocht. Je kunt hier ook armbandjes mee rijgen, want er kan dus een touwtje doorheen. En hier staan dus letters op. Het is wel allemaal in hoofdletter. Maar dat is op zich niet erg. Dus gewoon een, ja, twee setjes. Ik wist niet van hoeveel letters er in elk zakje zaten. Maar ik dacht, oké, dan neem ik er gewoon even twee mee. Zo duur zijn ze niet. Staat er ook niet echt op. Staat alleen op dat je ze niet moet gebruiken voor kinderen jonger dan 36 maanden. Nou, die heb ik toch niet. Dat maakt niet uit. Dus in ieder geval twee zakjes kraaltjes. Ik zal het nog even dicht in beeld houden, zodat je goed kan zien wat het is. Maar ja, het is gewoon super handig en fijn dat Vibra dat soort spullen ook gewoon heeft. Dan heb ik een klein bakje gekocht. En deze wilde ik gaan gebruiken voor mijn onderzetters. Je hebt ze in verschillende maten. Je ziet hier al de maatjes in. Stel je hebt bijvoorbeeld een la waar je misschien je verzorgingsproducten of iets in wil opbergen. Of misschien je make-up. Kun je zelf ook nog een organizer maken door de verschillende maten die ze hebben. Ik moet zeggen, ik vond het lastig. Want de meeste maten die ze hadden, die waren echt groot voor de onderzetters. Hier moeten ze dan wel schuin in, maar ik dacht, nou, dat is op zich niet erg, want ze zijn dan flexibel. Ik dacht, dan staat het net weer wat netter, want tegenwoordig zie je helemaal niet meer zo vaak onderzetters met een houder. Dat was vroeger wel en ik vind het dan gewoon net wat netter staan. Dus eigenlijk een heel klein bakje in een mooi roze kleurtje. En daarbij heb ik dan ook nog zo'n setje met van die onderzetters gekocht. Die had ik al een keertje eerder gekocht, maar ik vond 4 toch wel weinig en nu heb ik er 8. Ik denk, ja, stel een keer met een verjaardag of visite, je hebt wat meer mensen in huis, dan heb je maar 4 onderzetters. Dat vond ik toch wel kadig. En kijk, ze moeten er dan zo in, maar dat vind ik op zich niet erg. Kijk, nu zit ze natuurlijk nog vast, want er komen er dan nog 4 bij. Maar in ieder geval, het zijn er gewoon 4. Heel basic. Ik vind het een beetje jammer dat die sticker hierop zit, want waarschijnlijk gaat dat plakken als een malle. Maar ze zijn eigenlijk van een soort nepleer. En die had ik al een keer eerder gekocht. Dus ik was blij dat ik ze weer tegenkwam. Want ik dacht, ja, dit is toch wel handig om weer eventjes te hebben. Dan heb ik 2 van deze pompjes. Ik heb nog altijd desinfectiegel staan. Ik vind het soms toch nog wel fijn om te gebruiken, omdat ik was veel te veel mijn handen drogen uit. Dus soms vind ik het wel fijn om een beetje desinfectie te gebruiken. En die heb ik nu in een pompje staan, dat vind ik eigenlijk niet zo heel mooi. Die worden heel lelijk, heb ik toen de tijd bij de Action gekocht. Toen zag ik deze roze bij de Vibra en toen dacht ik, ja, dit is perfect. Leuk voor in de keuken, maar ook leuk voor in de badkamer. Ik weet niet, je kunt hem er gewoon aftrekken en dan kun je hier dus je zeep of in dit geval mijn desinfectie in doen. En het ziet er ook best wel fancy uit. Ik had er natuurlijk weer net 2 gepakt waar geen code op zat. Dus dat was een probleempje bij de kassa. Toen moest eventjes iemand eentje brengen waar wel een code op zat om te scannen. Maar in ieder geval 2 van deze. Ik heb ook al zo'n prullenbakje hiervan staan in de keuken. Dus ja, ik vond het wel leuk staan zo. Dus die ga ik dan vullen met mijn desinfectiemiddel. En dan staat het ook gelijk weer wat schoner in de keuken en badkamer. Dan heb ik het laatste item om te laten zien. En dat is deze tandenborstelhouder. Ook deze komt uit diezelfde lijn. En deze bovenkant kun je eraf halen. Ik zelf doe in dit soort dingen altijd water met een klein beetje mondwater. Zodat het lekker fris is. Ik poets wel elektrisch, maar als ik wel eens onder de douche mijn tanden wil poetsen, dan wil ik niet mijn elektrische tandenborstel meenemen. Dus daar heb ik dan wel een gewone tandenborstel voor. Dus die kan er dan mooi in en ik heb ook altijd een tongschraper erin staan. Ja, bij mij zitten er maar 2 dingen in, maar ja, stel dat je een gezin hebt, kun je er natuurlijk wat meer in doen. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ik heb nu een grijze staan die eigenlijk gewoon heel vies en lelijk wordt. Die moet eigenlijk gewoon weg. Die heb ik toen bij de Action gekocht, maar die is gewoon eigenlijk niet zo handig. En deze kun je gewoon makkelijker afwassen. Ik dacht, ja, dat staat dan ook leuk in combinatie met deze. Dat staat dan gewoon hartstikke leuk in de douche. Dus daar ben ik blij mee. Dus die ga ik wel leuk in de douche neerzetten met de bijpassende tandenborstel en tongschraper. Dus ik ben er wel heel blij mee, want hij is natuurlijk roze. En zoals je weet, ik hou van roze. Dus dat is fijn om weer in de badkamer neer te zetten. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer heb gekocht
bij de Vibra, zoals ik al zei, ik heb niet zo heel veel gekocht, maar eigenlijk gewoon even wat dingetjes die ik nodig had. Ik ben er zelf heel blij mee. Vooral omdat ik het al even op het lijstje had gezet. En ja, dat vond ik wel fijn dat ik dit nu binnen heb. En ja, het is weer veel roze, maar ja, zoals je weet, roze past bij mij. En Vibra is een winkel voor roze, dus ik ben in ieder geval heel blij mee. Ik ben benieuwd of jij nog wel eens leuke aankoopjes bij de Vibra hebt gedaan de laatste tijd. Of dat je, wat je het leukste aankoopje vond dat ik heb gedaan. Als je dat vond, misschien hoor je wel niks aan, dat kan natuurlijk ook. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!